Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe collectie testen van SheGlam, het officiële make-up huismerk van Shein. En deze collectie is zo leuk. Dit is de Vacation Days collectie. Kijk even dit, het heeft helemaal een vakantiethema. Dus ideaal voor deze periode, want het is juli. En jongens, ik overdrijf niet als letterlijk driekwart van het land op dit moment op vakantie is. Oh my gosh, iedereen is weg. Het is hier helemaal leeg. Dus dit is echt de perfecte collectie voor nu. Echt vakantie vibes, I love it. En ik dacht, ik ga deze hele collectie bestellen. Je kunt alles loshalen of je haalt gewoon zo de hele collectie in één. Dat heb ik gedaan. En we gaan gewoon vandaag alles testen. Het is een eerste indruk video. Dus ja, we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Mensen, even serieus. Is dit niet de leukste verpakking ever? Het is gewoon een koffer. Oh my gosh. Je hebt ook gewoon helemaal zo dit eraan. Alsof je echt gaat vliegen. Ik ga helemaal stuk. Toen ik dit binnenkreeg, ik dacht echt, ja, hier is echt veel aandacht en tijd aan besteed. Want het ziet er echt fantastisch uit. En je kunt hem ook hergebruiken als je alles er gewoon uithaalt voor als je misschien een keer echt reist of whatever. Maar echt, de details, jongens, ze hebben echt aan alles gelet. Het is zo super leuk. I love it. Laten we het nou gaan openmaken. Als je de producten los bestelt, dan heb je dus deze koffer niet. Dus als je die wilt, moet je echt de hele set compleet bestellen. En dan als je hem openmaakt, is dit wat erin zit. Alle producten en ook weer, jongens, al deze details. Ze hebben zelfs een boarding pass erin gedaan. Ik ga stuk. Altijd als je gaat vliegen is dit wat je moet hebben om te gaan vliegen. Dit is zo grappig gedaan. Echt, jongens. Echt wowie gewoon. Kijk even al dit. We hebben echt van alles. We hebben potloodjes. We hebben accessoires. Oogschaduw. Body shimmer. Echt van alles. En we gaan dit gewoon vandaag allemaal testen. Qua verpakking en ook voor detail echt 10 punten. Gewoon 12 punten. Meer dan 10 gewoon. I love it. Kijk dit. Dit is mijn boarding pass. Waar gaan we heen, jongens? Ik weet niet eens. Oh, we gaan naar SheGlam Land. Dat is waar we heen gaan. Ik ga stuk. Dit is ook iets leuks wat je erbij krijgt. Zo'n soort van accessoire. Heel cute gedaan ook. Nou, laten we gewoon alles eruit gaan halen en gaan testen. We hebben iets voor de lippen. We hebben iets voor het lichaam. Een olie. We hebben een oogschaduwpaletje. En echt een heleboel potloodjes in een heleboel verschillende kleuren. Laten we beginnen. We gaan beginnen met de ogen. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien. Want daar hebben we niks voor. En dit is het oogschaduwpaletje. Kijk, deze verpakking ook weer. Oh my gosh, het lijkt gewoon op een schrift, zeg maar. Dit is ook weer echt heel uniek gedaan. En je kunt het gewoon zo letterlijk openmaken als een schrift. Het is wel een heel apart paletje. Kijk deze kleuren. Ze zijn wel heel mooi. Hele felle zomerachtige kleuren. Maar het is een hele aparte indeling, zeg maar. En er is hier echt een heleboel informatie. Het is gewoon letterlijk een schriftje. Kijk dit. Dit is wel echt heel cute gedaan. Hier is gewoon een uitleg van alle kleuren, zeg maar. Ik hoop dat de kwaliteit goed gaat zijn. SheGlam oogschaduwen zijn altijd een beetje moi. En als ik zo hiernaar kijk, weet ik ook niet heel goed of dit iets gaat zijn. Ik ga ze even swatchen, een aantal kleuren. Ja, de swatches zijn ook niet echt je van het of zo. Niet heel veel pigment. Wel hele mooie kleuren, dat wel. Ook een matte kleur, die ga ik ook swatchen. Maar ja, oogschaduwen van SheGlam zijn altijd een beetje moi. En af en toe wordt er ook meer aandacht besteed aan de verpakkingen dan echt aan de daadwerkelijke kwaliteit. En dat is uiteindelijk wel waar het gewoon echt om gaat. Je wilt goede make-up hebben. Dus we gaan gewoon hiermee een look creëren en kijken wat we ervan kunnen maken. We zijn ingezoomd. Laten we beginnen. Ik ga beginnen met deze lichte nude matte kleur. Die heet Ice Cream Float. En die ga ik gewoon zo'n beetje heel wild aanbrengen in mijn hele arcadeboog als een soort van basis. Ik gebruik hiervoor ook echt een hele, hele grote fluffy kwast van Pussy Shop, de UP21. En dan ga ik gewoon zo over mijn hele arcadeboog en echt helemaal tot aan mijn wenkbrauw. Dan ga ik ook nog in met deze peachy matte kleur. Die heet Peach Fizz. En daarmee ga ik er nog overheen om het iets meer oranje peachy te maken. Oké, dan wil ik nou eigenlijk ingaan met alle glanzende kleurtjes. Ik ga beginnen met deze licht blauwe kleur. Die heet Sparkling Water. Die pak ik gewoon met mijn vinger. En die breng ik gewoon hier aan. Wow, die is echt heel heftig. Maar niet echt heel creamy. Hij is een beetje poederig en een beetje patchy. Een beetje vlekkerig. Hij breekt niet heel mooi egaal aan, zeg maar. En hij blendt ook best wel weg. Oké. Okay. Ik ga gewoon heel veel kleuren mixen. En ik ga gewoon maar wat doen. Gewoon om te kijken hoe de kleuren aanbrengen. En hoe ze met elkaar samenwerken, zeg maar. Jongens. Ik weet het niet. Ik ga nu in met deze blauwe glanzende kleur. Die heet Blue Hawaii. Die breng ik gewoon zo'n klein beetje ernaast aan. Het zijn wel echt hele mooie kleuren. Maar deze kwaliteit, jongens. Het is gewoon die slechte kwaliteit die SheGlam altijd heeft voor hun oogschaduw. Ik ben nooit blij met hun oogschaduw. Ze hebben altijd hele goede lipproducten en zo. Maar qua oogschaduw is het altijd echt een mes. Ik ga nu in met deze groene glanzende kleur. Die heet Limeade. En die breng ik er gewoon een beetje naast aan. Dit is een beetje een andere formule. Deze is een beetje...
een beetje een partyformule. Je kunt er ook echt zo indrukken, zeg maar. Kijk, je ziet gewoon die deuken erin. Dat is wel apart. Deze is iets meer creamy of zo. Die breng ik gewoon zo ernaast aan en een beetje erop, zeg maar. Oké, ik weet het niet hoor, jongens. Ik mis een beetje een groene matte kleur of zo. Was wel mooi geweest. Ik ga in met deze matte blauwe kleur. Die heet Ocean Water. En daarmee ga ik gewoon een beetje zo over de randen. Een beetje blauw toevoegen. Je kunt het niet echt zien, maar oké. Nou, jongens, nee. Dit gaat er niet echt worden. Ik ga gewoon even alle glanzende kleuren een beetje wild extra aanbrengen. Maar ik denk niet dat dit hem wordt. Het is mooi, het is oké, maar hoe het ook helemaal wegblendt en niet zo goed blijft plakken, et cetera. Dat is wel een beetje vervelend. Ik denk dat ik het gewoon echt hierbij laat, want beter dan dit wordt het niet. En ook als ik te veel blend, dan gaan die glanzende kleuren echt helemaal weg. Dus I don't really like it. Ik ga ook nog in met deze witte matte kleur. Die heet Soda Cream. En die breng ik gewoon een klein beetje aan hier zo in de binnenste ooghoek. Om het hier gewoon wat helderder te maken. Wat helderder, wat meer helder. Oké, we gaan in met het volgende product. Want dit oogschaduwpaletje was helaas niet echt een succes. Dus we gaan in met deze eyeliners. Ik heb hier dus 5 verschillende kleuren eyeliners. Het is letterlijk een eyeliner, kijk. Het is gewoon zeg maar gewoon zo'n pen. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Dan kan ik alle kleuren goed bekijken. Oh, ze zijn echt mat. Jongens, ik ga stuk. Het zijn 4 kleuren, niet 5. Dus dit zijn de 4 kleuren. En dit is een eyeliner remover. Die heeft geen kleur. Super apart. En dit zijn dan de 4 kleuren die je krijgt. Blauw, groen, wit en geel. Wat apart, een eyeliner remover. Ik ga kijken of hij ook echt werkt. Ik ga hem aanbrengen op deze blauwe. En dan kijken of... Oh, het gaat er gewoon echt af. Kijk even dit, jongens. Ik ga stuk. Dit werkt gewoon echt. Dit is wel echt heel handig. Oké, misschien dat ik iets leuks kan creëren met deze eyeliners. Een soort van graphic eyeliner look of zo. Oké, ik heb ze gewoon echt alle 4 gebruikt. Ik heb gewoon echt maar wat gedaan. Het is wel leuk. Ze zijn oké. Zijn het de beste eyeliners ever? En nee, ze zijn een beetje waterig en ik mis wat pigmentatie. Dat is het enige wat ik niet fijn vind. De pennen zelf zijn heel fijn. Het brengt echt heel mooi en secuur aan. Heel makkelijk om mee te werken. Vooral voor een beginneling. Maar er is wel een beetje pigmentatie wat ik mis. Ik had ze iets meer gepigmenteerd willen hebben. Daar ben ik weer. Ik heb wat nep wimpers opgeplakt. Van Kleon Cosmetics heb ik de wimpers op in de stijl Baby. Mijn favorite wimpers. Ja, de ogen was niet echt een succes, maar we gaan gewoon optimistisch verder. Want ik heb hier ook een lipsteen set. Ook deze verpakking is weer 100 punten, jongens. Echt heel cute en apart gedaan. Dit is dan de lipsteen set. Zijn 3 soort van lipsteen lipsticks in 3 verschillende kleuren. En het is dus een lipsteen. Wat houdt een lipsteen in? Het is geen lipgloss of een lipstick. Het is gewoon een kleur die een soort van afdruk achterlaat op je lippen. En lipsteens blijven altijd super lang zitten. Het is ook heel fijn om een lipsteen onder een lipstick aan te brengen, want lipstick gaan eraf en dan heb je altijd nog die kleur van die lipsteen eronder zitten. Dus het is een soort van afdruk op je lippen. En dit zijn dan de 3 kleuren. Alle 3 een beetje rozige, mauve, nude kleurtjes. Nou, ik denk dat ik ga voor de kleur die waarschijnlijk het beste matcht met mij. En dat is deze. Dat is de kleur Coconut. Die is iets donkerder, dus ik denk dat die wel mooi gaat zijn met deze look en met mijn huidskleur. Ik ga even de lipbalm die ik nou op heb eraf halen. Echt een nude kleurtje. Het lijkt gewoon een beetje op mijn lipkleur. Dit is echt een prachtige kleur. Kijk hoe naturel. I love it. Ik laat het een beetje inwerken, indrogen, opdrogen. Nou, ik denk dat tot nu toe de lippen echt het grootste succes zijn. Ja, het is echt een lipsteen. Lipsteens vind ik altijd heel fijn, want het voelt... Het lijkt alsof er niks op je lippen zit, zeg maar. En het geeft ook helemaal niet af. I like it. De lipsteen is ook gewoon heel mooi met een lip liner. Als je die aanbrengt, dan gewoon een lipsteen ben je klaar. Ik zal even laten zien. Ik heb hier mijn Morphe Sweet Tea lippotloodje. Je kunt gewoon een beetje zo over de randen gaan. Kijk wat een mooi natuurlijk effect. En dan last but not least de body oil. Ik hou altijd van een goede body olie. Die gebruik ik altijd voor mijn benen. En ik heb hier 1 kleur. Je hebt ze in 3 kleuren. Dus je kunt ook 2 andere kleuren aanschaffen. Maar in deze set zit altijd deze kleur. En dit zou ook de kleur zijn geweest die ik zou hebben besteld als ik zelf mocht kiezen. Dit is de kleur Hot Sands. Laten we gewoon een beetje gaan aanbrengen. Ik breng het gewoon zo hier aan op mijn schouder slash mijn arm. En ik heb hier zo'n body kwast. En dan kan ik het gewoon zo insmeren. Heel mooi glitterig. Een beetje rozig. Maar wel heel mooi. Kijk dit. Dit is echt heel mooi, jongens. Kijk even het verschil. Hier is nou helemaal niks, zeg maar. En kijk hier die glow. Het is ook echt een hele subtiele glow. Niet te veel. Mooi.
Het is wel echt glitterig. Daar moet je wel van houden. Het is echt een glitterige olie. Je moet niet te veel aanbrengen. En het blijft ook best wel goed plakken. Dat vind ik ook wel fijn. Kijk hoe mooi. I like it. De video begon echt slecht, maar we eindigen goed. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele look die ik heb gecreëerd. Echt mijn lippen. Ik ben obsessed. Dit is echt de mooiste nude kleur ever. En het voelt echt alsof er niks op mijn lippen zit. Echt fantastisch. Als er iets is wat ik vandaag aanraad, zijn het zeker deze lipstains. Echt, echt fantastisch. En deze body oil vind ik ook heel mooi. Hij is wel glitterig, moet je wel van houden. Dus daar wel op letten. Maar deze twee producten, fantastisch. Het oogschaduwpaletje is voor mij echt een nee. De kwaliteit is gewoon echt te slecht. En deze zijn voor mij een moi, maar niet echt per se waard. Ik vind ze niet echt wowie. Ze hebben wel gedaan wat ze moeten doen, maar er is gewoon niet genoeg pigment en een beetje waterig. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie vonden van de collectie qua verpakkingen en zo. Is het echt 10 punten? Ik vind verpakkingen ook altijd heel belangrijk, want dat, ja, dat hoort toch wel gewoon bij de overall experience, zeg maar. Dus ik vond het echt heel leuk om deze video te maken. Deze collectie heeft me echt enthousiast gemaakt, ondanks het feit dat ik de helft slecht vond. Ik ben echt super blij, ook vooral met deze lipsteen. Dus ja, let me know beneden in de reacties wat je ervan vond en wat voor video's je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!